Een goede middag. Dag. Meneer Lambert, goeiedag. Mogen we even binnenkomen? Ja, goeiedag. Want u bent al 53 jaar bestuurslid, secretaris, voorzitter, secretaris weer terug bij Tour en Wielerclub Olympia te Baarlo. Al 53 jaar. In het begin nog actief als renner. Ik weet niet of u dat nog doet. Actief, ja. Actief, ja. En later vooral als organisator en bestuurder. En u heeft hierbij een hele grote betrokkenheid en inzet laten zien. En in de afgelopen 50 jaar was u mede-organisatie van een groot aantal wielerrondes en cyclocrossen in Baarlo en omgeving. Ook was u een van de kartrekkers van de opening inrichting aan de veilige wieleromgeving op de Heerungberg in Heerungerberg, moet ik zeggen, in Venlo. En u nam als afgevaardigde van TWC Olympia zitting in het bestuur van de wieler- en skateomgeving Heerungerberg. En daar bent u ook zeer regelmatig te vinden om samen met andere vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken. Daar hebben we weer. Bij klussen, maar ook als jurylid bij de door TWC Olympia ter plekke wekelijks georganiseerde trainingswedstrijden. Een hele lijst, en dat is nog maar een kleine greep op al uw activiteiten. En het is heel mooi dat dat vandaag ook op waarde geschat wordt. En het is een eer om te mogen melden dat het Zijne Majesteit koning Willem-Alexander heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik dacht al, ze komen me weer feliciteren voor mijn 50-jarige huwelijk, maar toen er steeds meer mensen kwamen, dacht ik, ja, er is iets anders aan de hand. En ja, dan is het link naar Koningsdag natuurlijk, komt dan bij je op. Maar het is een ontzettend grote verrassing, moet ik zeggen. Ik ben een beetje multifunctioneel en dat is ook, maakt het ook interessant om niet alleen maar met dezelfde zaken bezig te zijn. Dus ja, het komt vanzelf gewoon. Toch een kroon op je werk. Ja, super. Dit is echt totaal onverwacht en daar was een grote verrassing. Allemaal gefeliciteerd iedereen en geniet samen van deze bijzondere dag. En blijf vooral doorgaan met alle activiteiten, want dit is natuurlijk niet zomaar een eindstreep. Dus,